Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van deze Kanjer Wout van Aert. En u zag het ook al, op het einde van de intro was het neergepend. Een star is born en zij maar zeker dat de ster geboren is. Een Belgische ster dat stilaan aan het veranderen is in een internationale diamant. Maar eerst en vooral gaan we virtueel naar La Vuelta. Kruiswijk en Roglic zijn de kopmannen, de helpers of de knechten zijn Martin Vingegaard, Jansen, Vos en Van Emde. En natuurlijk de sprintkopman, de man die helemaal links stond in de tricolore, Wout van Aert, gaat voor de sprintzegens proberen te zorgen in deze ronde van Spanje. Beginnen doen we in La Vuelta 2020 in Nederland met een ploegentijdrit in Utrecht. Normaal gezien specialiteit van Jumbo-Visma, we zullen zien waar het schip gaat stranden. Dan rijden we nog 2 dagen in Nederland alvorens we naar Spanje gaan en daar wacht meteen de Alto de Arate. Dus als we de rode leiderstrui willen bemachtigen in deze ronde van Spanje, dan moet het in Nederland gebeuren. Ja, het moet zeer zeker in Nederland gaan gebeuren. In de Giro hebben we het geprobeerd hier in 2020. Het is niet gelukt om de roze trui minstens zelfs 1 dag aan te mogen trekken. Nee, dat is falikant mislukt. Hopelijk kunnen we dat in deze Vuelta wel de leiderstrui bemachtigen. Anderzijds, in de Giro hebben we wel de Ciclamino of het puntenklassement gewonnen. Dat wordt in deze Vuelta heel moeilijk en ik zal ook meteen uitleggen waarom. Alle aankomsten, of het nu bergop of vlak is, krijgen evenveel punten in het puntenklassement. En de tussensprints die zijn niet meer gespijst met punten. Dus het is gewoon 4-2-1 punt. En ja, dan kan je heel weinig vergaren onderweg natuurlijk. En dan weet je ook dat punchers, mannen die echt wel goed kunnen finishen op een heuvel of zelfs op een kleine berg, ja, die gaan er veel punten pakken en... Ja, ik vrees dat het toch wel heel moeilijk wordt om die groene puntentrui, want hij is ook groen in de Vuelta te winnen met Woutje van Aert. Finishen doen we natuurlijk in Madrid met de traditionele vlakke etappen. En hopelijk kunnen we daar misschien onze, ja, weet ik veel, 5e ritzege pakken in deze Vuelta. Misschien ben ik wat optimistisch, maar oké. We gaan zien wat er allemaal gaat komen in deze ronde van Spanje. De mannen voor het klassement, dat zijn zeer zeker Bernal, Thomas, Froome, Pinot, Alaphilippe, Landa, Lopez, Lutsenko, Uran, Mas. Daar mag je ook nog Mollema bijzetten. Natuurlijk de mannen van Jumbo-Visma met Kruiswijk en Roglic. Matthews wordt de gevaarlijke man voor de puntentrui. Pogacar is zeer zeker een van de outsiders voor het klassement, net als Boegman en Yates. En daar hebben we ook nog Mathieu van der Poel, jawel, de Nederlandse kampioen is erbij hier in Spanje. En hij gaat proberen wedijveren tegen Wout van Aert en de concurrentie in de sprinten natuurlijk. Dit zijn de topfavorieten op de ploegentijdrit. Jumbo-Visma, Team Ineos, Education First UAE, Trek, Bora, Bahrein, Michelin, De Koenig en Movistar. Nu ja, als je mijn aflevering of de eerste aflevering van de Tour de France hebt gezien met mijn De Koenig Quickstep verhalen, dan weet u dat ik dit haat. Oh, ik haat het gewoon, die ploegentijdritten. Ik heb de topfavoriet in mijn handen en dan bedoel ik het team Jumbo-Visma. Ik ga eens kijken, kunnen we op extreem deze ploegentijdrit in Spanje winnen? Of lukt het me alsnog met de topfavoriet ook gewoon niet? Ik heb in ieder geval Van Aert op 25 seconden gezet. Dus iedereen op 99, vol een bak geven natuurlijk. En we gaan eens zien of dat voldoende gaat zijn. We gaan hier en daar wel een beurt proberen overslaan met Van Aert. Waarom? Het is gewoon heel simpel. Ik ga ervan uit dat we deze ploegentijdrit gaan winnen. Dus ik ga proberen Van Aert als eerste over de eindmeet te laten komen. Zodat we dus de rode trui kunnen bemachtigen. Hopelijk lukt het. We zullen het gaan zien natuurlijk. De eerste chrono. We rijden dus van Utrecht of tussen Utrecht en Utrecht. En op de eerste chrono zijn we wel de beste. Ja, 8 minuten en 1. Oké, er moeten nog ploegen komen. Maar we hebben daar Education en Ineos al geklopt. Dus ik denk dat we wel op 1 gaan blijven staan aan het eerste tussenpunt. Oké, dat is al goed. Nou, best een goede start. Ik heb nog wat mannen op 25 seconden gezet hoor. Ik denk Kruiswijk, Roglic ook, Van Emde zeer zeker, want hij heeft een plus 5 dagvorm. En volgens mij staat Tony Martin ook op 25 seconden. Vos, Vingegaard en Wijnands niet natuurlijk. Het zijn geen toptijdrijders. We gaan naar het tweede tussenpunt. Nog 800 meter. Ineos natuurlijk de beste tijd. Doen we beter? Oh nee, kijk eens aan. 3 seconden al in het krijt daar. Oké, dat is geen ramp, maar het bewijst alweer eens dat ik niet kan ploegentijdrijden. Oh man, wat ben ik een sukkel hierin. Onvoorstelbaar eigenlijk.
Van Martin van Kop, mijn Hans die doet bijna niks. En dan is het aan Steven Kruiswijk. Hij was de kopman voor Jumbo-Visma in de Tour. Deed dat goed. Tourpodium gereden. En we gaan nu eens zien of het in deze La Vuelta ook lukt voor Steven. Of gaat het eerder voor de man die nu op kop zit. De Sloveense krachtpatser, klimmer. Alles kunnen ook een beetje. Primoz Roglic. We gaan stilaan naar de meet in Utrecht. Wordt het de rode trui voor Van Aert? Het komt in ieder geval perfect uit. Van Emden moet sowieso van kop nu. Kom aan, Joske. Van kop. Jawel, nu komt Van Aert. Pakken we rood of niet? Nee, we pakken geen rood. 7 seconden. Wel tweede plek momenteel. Maar, oh, fucking Neos, klopt ons. Daar gaat de rode trui. Of toch zeker voor vandaag. Ja, oké, okay, we hebben kansen nu. Hè. 7 seconden. In de Giro starten we slechter. Toen was het denk ik 23 seconden of zo dat we moesten goedmaken voor dag 5 toen we naar de Etna reden. In de Giro was het wel een proloog, geen ploegentijdrit, maar daar ging het niet echt super goed voor Wattje. Maar oké, okay, ja, toch een beste tijd geklokt in deze ploegentijdrit. Tussen punt 1 waren we beter dan alle andere teams, maar uiteindelijk was het team Ineos dat gewoon beter was. Ja. Tweede tussenpunt waren ze al 3 seconden sneller en aan de meet nog eens 7 seconden. Dus dan is het klaar. Dan is het gewoon duidelijk. De beste ploeg heeft gewonnen. Er moeten er nog een paar binnenkomen. Ik denk nog 2 of 3 ploegen. Maar die komen niet aan de tijden van Ineos Education en ons Jumbo-Visma blok. Ja, oké. Okay. Het is niet gelukt. Jammer. Heel jammer. Ja. Maar we hebben morgen kansen. Hè. 7 seconden. Oké, okay, ja. Ik had er eigenlijk misschien wel voor getekend. Hè. Ook al waren we de topfavoriet. Het bewijst ook dat dat ploegentijdrijden op Pro Cycling Manager iets raar is. Misschien moet ik in de toekomst gewoon beginnen simuleren. Wat ik vroeger ook meestal deed. Maar oké, okay, ja. Voilà, hier hebben we de einduitslag. Dunbar is de eerste leider in deze ronde van Spanje. Natuurlijk heel de ploeg van Ineos van 1 tot 8 bezetten ze de top 8. En dan hebben we Van Aert op 9. En we worden gemixt met Education First, omdat zij dezelfde tijd klokten als ons. En daar ziet je hem dus rechts de bloemen aannemen en de kussen uitdelen. De Ier Edward Dunbar. Hij is ook meteen de beste jongere in deze La Vuelta. En krijgen we ook nog een puntentrui? Nee. Beste team is natuurlijk Ineos, ja, dat hadden we wel verwacht. Trek was uiteindelijk 4e, dan UAE, Bahrein op 6, dan Michelin, De Koning en NTT was 9e in die ploegentijdrit. Voilà, hier zien we meteen de kanshebbers of de beste sprinters die aanwezig zijn in La Vuelta. Sagan, Van Aert, Trentin, Matthews, Cobrelli, Van der Poel, Teuns en natuurlijk hebben ook de Olympische kampioen aan de start staan. Greg van Avermaat en ook de wereldkampioen Mats Pedersen. Allebei zeker en vast geen trage mannen. Hier ziet hij hem staan in het midden van het peloton. In de back van de groep eigenlijk. De tricolore, de Belgische kampioenentrui. Met de Wattje van Aert. En de top 3 wordt gevraagd door de ploegleiding. We zullen eens gaan kijken wat straks wordt in Utrecht. En deze mannen zijn meteen aan het werken. Aan het knechten. Joske en Tony zijn hun krachtmachines aan het bovenhalen. De toerentallen gaan omhoog en de vluchters hebben het heel lastig. We hebben zowat het eerste deel van deze etappe gecontroleerd met Jumbo. En we willen natuurlijk die tussensprint winnen. Maar zoals ik al zei in de inleiding, ja, het wordt moeilijk. Hè, want die tussensprint levert heel weinig op. En het zou heel goed kunnen dat we die de komende dagen niet meer zullen gaan controleren. Maar in ieder geval, deze rit willen we het zeker doen, want we kunnen de seconde gebruiken. Tony Martin gaat nu aantrekken. Dat was even een kleine blok van Joske, van Emden. Maar oké, maakt niet uit. Vingegaard is wakker en Van Aert zit in het wiel. Wat missen we wel in deze Vuelta is een goede lead-out. Hè. Dat hebben we eigenlijk niet. Dat is een beetje jammer. Normaal doet Mike Teunissen dat heel vaak voor ons. Maar ja. We hebben niet echt de lead-out. Okay, ja. We gaan onze plan moeten trekken. Wattje kan dat natuurlijk. Heeft het in real life al bewezen dat hij dat kan. Zeg maar zeker. Wat een Tour de France is Wattje aan het rijden. En ik was het meest geschrokken van die passage bergop. Of de passage al bergop. Eigenlijk moeten ze een stat veranderen.
moeten we 78 klim van maken. Kunnen we de Tour ook nog winnen met hem? Nee, nee. Dat is niet de bedoeling. En we gaan hier wel sprinten. Sagan, Pedersen, Van Aert doet ook mee. Maar het is duidelijk, het is voor Peter. Peter de Grote, Sloveens kampioen in deze verhaallijn. En hij wint de tussensprint. En u ziet het, 4 punten. 4 schamele punten. 2 voor Van Aert, eentje voor de nummer 3. En we pakken wel 2 seconden. Het is iets, we komen dicht op 5 seconden namelijk. Slagen we erin om de rode trui te pakken. Tweede plek is voldoende. Tenzij natuurlijk een van die Ineos-mannen wint, maar dat denk ik nu niet. En we zitten op een dikke 7 kilometer van de finishlijn in Utrecht. Vingegaard en Martin gaan werken. Ja, die gaan Woutje proberen afzetten, want we moeten zo meteen wel een wiel nemen. Ja. Met Tony Martin als lead-out komen we er niet. En ook niet met Vingegaard of met Roglic of Van Emde. U weet, als het wat bergop gaat en Primoz doet niet meer mee voor het eindklassement, kunnen we hem als lead-out gebruiken in de heuvelachtige ritten dan. Niet op het vlakken, hè. Dat is zinloos. We gaan misschien proberen in het wiel van Sagan te kruipen. Bora doet dat goed. Ja, Tony gaat de sprint nu aantrekken, maar u ziet het, dit gaat veel te traag. Het is ook beginnen regenen nu in de finale. En voilà, we zitten in het wiel van Peter. Dat is goed. Hij won ook die tussensprint, dus ik ga ervan uit dat Sagan in orde is. Oh, sprongen even uit het wiel weg. En die mannen van Sunweb zijn ook hun best aan het doen. Zij komen met Denisse, denk ik. En nu komen we met Van Aert. Van Aert komt eruit. Kan hij winnen hier in Utrecht? Binnenbocht. Komt er nog iemand over? Van Aert gaat winnen. Van Aert naar het rood. Daar is de tricolore. Jawel, bam, binnen. En daar komt er nog eentje. Maar het is te laat, Edwald. Het is te laat, jongen. Daar is nummer 1. Oh, en we hebben de leiderstrui. Oh, man, dit is mooi. Hij is niet in topvorm, hè, Wout. Dus, ik wist niet goed waar we hier konden eindigen. Maar daar is meteen de overwinning. En dit is een superstart van deze La Vuelta. Ja, dit zijn fenomenale trekjes zoals hij momenteel het in realiteit beleeft. Hè. Doen wat je denkt en winnen. Dat is het motto voorlopig bij Wout. En we doen het hier ook, hoor. Sagan kwam nog wat aandringen, maar werd er eigenlijk wel vrij makkelijk uitgesprint. Plots komt die man daar ook nog van McLaren. Maar kijk eens die eindjump van Boas van Hagen. Had de meet 20 meter verder geweest dan waren we gezien. Het was Cobrelli voor McLaren, Bahrein of Bahrein, McLaren. Trentin op 4, dan Van der Poel, Sagan, Alaphilippe, Matthews, De Bijs, Chimolai, Kwiatkowski, Teuns. En we gaan eens naar het algemeen klassement kijken. Voilà. Het is van dat. Zometeen gaan we het zien ook rechts. De rode leiderstrijd. Daar is hij. Woutje van Aert. Mooi, mooi, mooi. In Utrecht aan het zwaaien naar het publiek. Het Nederlandse publiek. Dat Jumbo-Visma ziet winnen. En dan gaan we ook eens verder kijken in het klassement. Waar staan de overige favorieten? Higuita op 14 seconden. We gaan op 18. Poort staat nu op 33 seconden. Wie vinden we hier nog? Aru. Cobrelli. Maar oké. Bauke Mollema, interessante naam, op 37 seconden met Trek Segafredo. Dan vinden we Landa, die staat op 38. 39 seconden achter staat Pogacar. Ook Nibali staat in die tijd. Dan vinden we hier Julien, op 43 tellen. Sagan, oké, maar die gaat niet de eindzege winnen. Dan is mijn muis hier weer vervelend aan het rondspringen. Vinden we nog wat favorieten hier of niet? Jawel, Lopez. Miguel Angel Lopez op 1:02. Dat is best veel. Hij staat er niet zo goed voor, de Colombiaan van Astana. En natuurlijk is de beoordeling subliem. We hebben gewonnen. Top 3 werd gevraagd. We staan in de rode leiderstrui. En dat zal te zien zijn in de rit van Breda naar Breda op dag 3. Sagan is de topfavoriet naast Van Aert, Trentin, Matthews, Pedersen, Cobrelli, Van der Poel, Teuns, Van Avermaet en Julien Alaphilippe. Ja, als dat Alaphilippe er wordt bijgeplaatst, dan zie je eigenlijk al dat de sprintbezetting in deze Vuelta niet tenderend groot is. Maar oké, we zagen wel een heel goede Edwald Boasson-Hagen in de eerste rit. Ook Sagan was best oké. Dus ik denk dat het geen evidentie gaat worden om de massasprints te winnen.
En ik zal nog eens zeggen waarom niet, omdat we in geen topconditie verkeren. Maar ja, Wout van Aert heeft soms niet veel nodig. Dat bewijst hij in deze verhaallijn. Rit na rit, ronde na ronde, klassieker na klassieker. En vandaag gaan we eens zien wat het wordt. Ja, voilà, dit is hem. De rode leiderstrui. Ook gesponsord door Carrefour. Dat hadden we in de ronde van Polen ook al. Maar in tegenstelling tot Polen gaan we deze La Vuelta niet winnen. Tenzij we een keer zot doen, maar zelfs in de stoutste dromen gaat het niet gebeuren. Dromen zijn bedrog, hè. Marco heeft het ooit gezegd. En je weet, alles wat Marco zegt is gewoon waarheid. Wijnand is aan het werken. Beschermen, man. Hij moet Wout uit de wind houden. En de ontsnapping gaat op gang komen. Dat is logisch. Wij gaan naar die eindsprint. Of de supersprint. Tussensprint. Nee, het is geen supersprint in Spanje. Want ja, er is nauwelijks iets te verdienen. En u ziet het, de mannen voorin zitten nog altijd voorop. Drie plaatsen zijn beschikbaar om punten te pakken. Dus het wordt niks. Nee. We dringen nog even aan met onze ploeg. Met Van Aert. Maar we krijgen het gat niet dicht. Hè, Woutje. Sorry, man. Te laat in actie geschoten, ja, misschien. Maar je ziet het, Wijnands volledig opgebruikt. Van Emde, Vos en Vingegaard heeft nu ook niet meer bijzonder veel over. En, okay. De vluchters halen het hier al. Jammer, jammer, jammer. Ik had graag hier toch nog een paar seconden gepakt. Je weet nooit wie er zo meteen wint in die massasprint. Maar het mag niet zijn. En dan gaan we stilaan naar de finale in Breda gaan, hè. Kunnen we 2-op-2 boeken? Ja. Het zou schitterend zijn. Maar u ziet het, de mannen van Jumbo zijn bijna allemaal opgebruikt. Hier zien we Van der Poel even. Gisteren kwam hij hier niet zo goed uit in de massasprint. Ik had wel meer verwacht van VDP. MVDP. Je hebt David ook nog natuurlijk. En Roglic heeft een bijzonder slechte dag voor hem. Min 5. Hij is momenteel Wout aan het beschermen. En wij gaan terug proberen voor een goed wiel te kiezen. Gisteren zaten we in een heel goed wiel met Sagan. Die gingen ook net op de juiste moment aan. Niet te laat, niet te vroeg. En een valpartij van Froome. Bernal ligt erbij, Oran ligt erbij, Kwiatkowski. Oh, en we gaan naar de laatste 5 kilometer, hè, mannen. Krijgen we hier meteen een flinke uitdunning van de klassementsmannen. Toch zeker qua tijd, hopelijk niet qua opgaves. Ja, ja, ferme valpartij. En Roglic ligt er niet bij en Kruiswijk ook niet. Maar je ziet al vandaag, aangezien we Roglic beschikbaar krijgen, dat Kruiswijk de kopman gaat worden in deze Vuelta. Tenzij de eerste bergrit een volledig ander resultaat of beeld geeft. Maar de eerste bergrit komt er eigenlijk vrij snel. Alto de Arate. Ik denk dat we het wel als een bergrit mogen beschouwen. En wij zitten hier 2 kilometer van de meet in het wiel van Sagan. En we gaan nu zelf, want Sagan leek niet echt te gaan aanzetten. Kom aan, Van Aert. We gaan naar binnen. Binnenbocht. Gaan we hier opnieuw winnen. Daar is Van Aert op weg naar zijn tweede. Van Aert. Nee, ze komen nog. Oh, nee, ze komen nog. Oh, jammer. Jammer, jammer. Het is Matthews voor Sagan. Giddish op 3. What the fuck? Giddish van Astana wordt zowaar derde. De Kazach, deze kan niet, hè. Jawel, hij is weliswaar gewoon derde. Die kan toch niet sprinten, man? Ja, oké. Okay. Ja, nee, hij heeft toch drie blokken niet. Wauw, dit is wel een verrassing. En hij klopt Van Aert, hè. Hij klopt ook Edvald Boasson-Hagen. Lobato was dan zesde en Van der Poel alweer op 7. Voor zijn thuispubliek komt het er niet uit voorlopig. Ja, oké. Okay. Giddish op 3. Wat een verrassing. Ja, oké. Okay. De ploegleiding is niet tevreden vandaag. Vierde plek. Top 3 werd gevraagd. Ja, sorry. Kon er niet aan doen. Zeeman. Marijn Zeeman. Hij is de ploegleider. Maar ik weet niet in deze Vuelta. Denk het wel eigenlijk. En dit is de rit naar Arate. Alaphilippe is de topfavoriet naast de klimmers. En Woutje van Aert wordt ook misschien ergens een heel klein beetje bij de outsiders gezet. Niet door PCM natuurlijk, dat zag u. Maar door mezelf. Ja, oké. Okay. Ik weet het niet. De ronde van Polen was zo goed. Nou, wie weet kunnen we vandaag verrassen. Hè?
Het is ook, ja, ik zei eerste bergrit, ja, het is de Alto de Arate, dat is een klim, hè? Het is een col, een alto, maar oké, ja, het is niet echt het steilste ding, het is ook niet super lang, dus wie weet, Poggi heeft ons ook verrast in Polen, dus hij kan ons ieder moment laten, of ons doen verrassen, moet ik zeggen. En daar gaan er al drie vandoor, Osorio, Elessogui en Lafaye. Nou, de sprint is dan al weg als er drie man ontsnapt. Waarschijnlijk zullen ze wel een vrijgeleide krijgen. Nou, ik denk het wel. Van voilà, dat is ook gebeurd. Er is er zelfs nog een renner naartoe gesprongen. En die sprint wordt dus door die mannen gewonnen. Hier zitten ze. En het zijn trouwens vier anderen. Ja, oké, dat wist ik al niet meer zo goed. Ik dacht dat die andere drie nog voorop waren, maar dat is dus niet. En wie gaat uiteindelijk die tussensprint winnen? Tillet zit erbij. Chirel. Ik denk dat Chirel gaat worden voor Cataldo en Storer. En ja, Tillet zet zich op plek 2. Het heeft weinig belang. En hier zit het peloton niet zo ver uiteindelijk. Wij hebben niet echt gereden, alleen Wijnands, maar die staat op automatische piloot. Zeeman heeft hem de opdracht gegeven om tempo te maken. En wij zitten hier nu op die Alto de Carabieta. We zitten bijna boven. Het is nog ongeveer 2 kilometer voor Wout te gaan. De koplopers zijn er ja, bijna nog niet meer. Er is nog één mannetje over. Ik dacht dat iemand van Movistar was, als ik het goed zag. En we moeten werken van Kruiswijk. Maar ja, we hebben het zelf even moeilijk steven. Maar je ziet het, we zitten er momenteel qua gele balk beter voor dan Kruiswijk. Oké, die zit wel wat iets verder daar. Iets beter voorin gepositioneerd. Maar wij zijn wel mee met het peloton. 31 man. En we gaan zo meteen eens zien op de Arate wat het wordt. Hè. Wat kunnen we daar doen met Wout van Aert? Laat het gat nu wel niet vallen, mannen. Oh, alarmcode rood. We zitten achter. Groepje van vier met Sagan erbij. Ook met de Franse kampioen. Kom aan. De man van Ineos moet het dichtknallen, jongen. Kom op, gast. 88. Ah, we komen er wel terug bij. Oef. Oké. Dat was een eerste zenuwinzinking. En ze gaan meteen aanvallen. En dan weet je wat erbij hoort. Dan zijt je gecharreld. Dan ben je eraan voor de moeite. Om het in mooi Nederlands te zeggen. We zitten hier zelfs al op 90 eigen tempo. Oké, we komen wel iets terug nu. Kom aan, laat het stilvallen daarvoor in. Het valt wat stil. Oké, we kunnen misschien hier nog zaken doen op de Alto de Arate. Als ze niet te veel gaan aanvallen terug, dan komt het misschien nog goed. Voilà, we schuiven op. 4 kilometer nog te gaan. De gele balk gaat wel snel, maar oké. I don't give a fuck. Kom aan, Watje. Het is Lutsenko. Lutsenko versnelt. Kazachse kampioen. Ah, dit is er te veel aan. Ja, dit is er gewoon te veel aan. We hadden eventjes hoop, maar nee. Het gaat niet gebeuren. De rode trui gaat verdwijnen van de schouders van Wout van Aert. En hoogstwaarschijnlijk gaan we dan de groene mogen aantrekken. Want daar staan we ook nog aan de leiding. Ja, ik weet niet, na vandaag natuurlijk. Als daar nog iemand bij zit die al heel goed staat in dat puntenklassement. Ja, je ziet het, hè. 25 punten te verdienen, hè, bovenop deze Arate. Ze maken geen onderscheid in Spanje. Overal kan je punten winnen voor de puntentrui. En hier komt Lutsenko. Gaat hij ook de etappe winnen? Lutsenko als eerste gegaan daarnet. En jawel, hij maakt het gewoon af. En hij klopt Alaphilippe en Izagirre. Wat een stunt van de man van Astana. Kazachs kampioen. Hij klopt hier zowaar een van de beste punchers ter wereld. Ik denk dat je daar toch Julien mag zetten. En Thomas is uiteindelijk vierde. En zijn landgenoot Yates vinden we terug op 5. En ik heb nu niet gezien, was Kruiswijk er nog bij? Nee, Kruiswijk is er afgereden. Oh, Jumbo-Visma. We beginnen zwak aan de Vuelta. Toch zeker op klassementgebied. Mogen de ambities al de kast in. 56 seconden voor Kruiswijk. Oeh. Geraint Thomas is in ieder geval de nieuwe leider. Helaas moeten we die trui afgeven.
bij zijn 25ste geëindigd. Uiteindelijk wel een mooi resultaat. Bernal op een minuut 36, maar oké. Thomas is duidelijk de kopman bij Ineos en we staan wel nog in het groen. Oké, dat is al mooi. Maar Kruiswijk, voilà. 11e nu op een minuut en 2. Nee, het begint niet goed. Wij staan 20ste op een minuut 59. Nou, oké, enigste evaluatie is dat we nog een leidersstrijd hebben. Niet meer de rode, maar wel de groene. En ik zie jullie graag terug voor de volgende aflevering, want dan gaan we verder met deze Vuelta of de Ronde van Spanje. Ritten 5, 6 en 7 gaan we dan verrijden. Bedankt om te kijken in ieder geval. En tot de volgende keer. Adios!